veel manieren is dat maar het puntje van een ijsberg. Dat is een evenement dat gebeurd is. Dat elke dag opnieuw over heel de wereld gebeurt, dat soort dingen gebeuren. Maar wat daaronder zit, dat is eigenlijk wat mij interesseert heel erg. Die aanslagen worden gerefereerd in de film en de film speelt zich heel helder af na die aanslagen. Om de eenvoudige reden dat ik een film wil maken over een politieke werkelijkheid en niet over een soort fake Brussel, of een film is Brussel dat zich in een soort van veilige afgesloten bubbel zou bestaan en alleen maar in die film zo zou zijn. Ik wou wel raken aan dingen die ik echt in dat straatbeeld zag. Ja, en dingen die ik echt in dat straatbeeld zag waren uiteraard de naschok van die aanslagen, de vreemde sfeer op de metro's, de aanwezigheid van die militairen. Maar op dezelfde manier komen de vluchtelingencrisis aan bod, of de vluchtelingenproblematiek. Het Maximiliaanpark heeft een rol in die film. Dus ik denk dat het meer is dan dat. Ik denk dat ik gewoon het heel erg belangrijk vond dat het een film was die zich in het nu bevond. Ik denk dat voor veel mensen die aanslagen, hoewel ze door Parijs op een of andere rare manier al aangekondigd waren, toch nog altijd als een hele grote verrassing kwamen. Die grote geopolitieke gebeurtenissen zijn ineens heel zichtbaar in dat straatbeeld. En dat vind ik wel... dat is nieuw, denk ik, voor veel Brusselaars. Het is nieuw om ineens het gevoel te hebben dat je verbonden bent met dingen die zich in Irak en in Syrië afspelen. En dat daar eigenlijk een heel rechtstreekse, heel heldere verbinding is tussen wat daar gebeurt, wat hier gebeurt. En dat is een beetje het uiteenbarsten van een soort bubbel waar je je in bevindt. Ik denk een soort van veilige stadsbubbel. En dat heeft Brussel altijd wel wat gehad. We spreken wel eens over Dansaar-Vlamingen, dat is een schone bubbel. Europese Unie, dat is eigenlijk een schone bubbel. Molenbeek, dat is een bubbel. En plots klappen die allemaal uit elkaar en plots word je gedwongen door de omstandigheden om rond u te kijken. En dat moment, dat exacte moment, dat vind ik interessant.